Hallo, welkom bij Draadje Los, bij Draadje door de Week, aflevering 96. We gaan al aardig richting de 100, hè? Dat is best veel. In Draadje door de Week vertel ik altijd waar ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. Als ik aanwinsten heb, dan laat ik die zien. En die heb ik deze week. Een inmiddels vast onderdeel is Draadje gaat vintage. En dan zoek ik een heel oud patroontje uit een oud tijdschrift of een oud boek. En dat ga ik dan maken. Ofwel helemaal zoals het er staat, dus heel authentiek. Of ik geef er mijn eigen draai aan. En dat heb ik gedaan. En dat kan ik dus laten zien, want het projectje is af. En vandaag ga ik een nieuwe kiezen. En als besluit van de afleveringen in Draadje door de Week vertel ik altijd wat er de komende week op mijn kanaal te zien is. Want behalve mijn Draadje door de Week upload ik nog twee keer per week daarbij op de dinsdag en de donderdag nog andere afleveringen. En op de dinsdagen zijn dat vaak tutorials. Dat kunnen wat grotere tutorials zijn of een serie zoals die nu loopt. En op de donderdagen, dat kan van alles en nog wat zijn. Een mooi boek wat ik heb en wat ik graag wil laten zien. Een mini-workshop, een leuke knutsel. Of nou ja, dat kan van alles en nog wat zijn. En dat kondig ik altijd eventjes aan in mijn draadje, zodat je een beetje weet wat er te zien is. Dus ik ga maar gauw beginnen. Nou, afgelopen week ben ik bezig geweest. Ben ik echt, ik heb daar heel hard aan gewerkt. Want ik, nou, hard aan gewerkt, zo voelde het niet. Ik ben daar heel veel mee bezig geweest. Daarom is die nu ook af. Een kleedje voor op het kastje in de slaapkamer. Geïnspireerd op de Kawandi-techniek. Ik ga niet zeggen, ik heb een Kawandi gemaakt. Want ik weet helemaal niet of het een originele Kawandi is. Kawandi is een soort quilt. En die worden gemaakt door de Siddis. Dat is een bevolkingsgroep die oorspronkelijk uit Afrika komt, maar die leeft in India, een bepaald gebied in India. En die hebben een hele specifieke soort quilt, maken die met een aantal specifieke kenmerken. En daar ben ik dus mee aan de slag gegaan. Maar nogmaals, ik weet helemaal niet hoe authentiek dat is, maar ik vond het ontzettend leuk om te doen. Maar ik laat hem niet zien, want donderdag, dan gaan jullie het eerste deel zien van hoe ik daarmee bezig ben geweest. En de donderdag daarop laat ik de rest van het proces zien. En dan zien jullie ook hem helemaal af. Dus dat hou ik nog eventjes, dat hou ik nog even voor me. Jullie gaan het zien, maar dan moet je nog even geduld hebben. Verder ben ik bezig geweest met de adventkalender. Daar zaten behalve lapjes, want ik had een quilt adventkalender, en behalve lapjes zaten daar ook 6 keer zat daar een lapje in met een patroontje om deels te appliceren en deels te borduren. En die heb ik ook bijna allemaal gemaakt. Nog niet allemaal, ik laat ze even zien. Ja, deze moet ik dus nog doen. Kijk, de bedoeling is, je hebt hier dus het patroontje. Al die lijnen, die borduur je met het garen wat erbij zit. Het is een beetje gedekt bruin garen. Met een stiksteekje en het gekleurde deeltje appliqueer je met een stofje. Nou, dat heb ik hier al erop geplakt met Vlisofix. Deze moet ik dus nog borduren. Deze moet ik ook nog appliqueren. Die is nog niet helemaal. Dat was de laatste. Dus dat moet ik nog even doen. En deze zijn wel af. I love quilting. Dit was het patroontje. Dit is hem geworden. Wel leuk om te doen. Maar als je bezig bent met die, ja, Kawani-techniek, Boro-technieken, met dat rijgen van, hè, doe maar zoals het uitkomt. Ja, dat is zo'n contrast met dit, want dit is weer heel secuur en heel precies. En op zich vind ik die afwisseling wel heel leuk om te doen. Hè, aan de ene kant heel secuur werken en aan de andere kant juist wat vrijer. Dus dat vind ik wel, dat is wel grappig, dat contrast. Deze is klaar.
pinkussen zat een stukje kant bij ook om erop te naaien. Needle en thread. En coffee break. Dus ja, die laatste twee die moet ik toch even maken. En in zakje 24 zat het patroon. Oh, dat laat ik straks even zien bij de aanwinsten. Dus daar ben ik mee bezig geweest. En ik ben gestart met nieuw werk. Ik ben in een rabbit hole terechtgekomen. En die is heel diep dit keer, want ik ben er nog lang niet mee klaar. Jullie hebben de tas gezien die ik had gemaakt, hè? Come Bukuro. Dat is een combinatie van patchwork in dit geval met ja, op borro geïnspireerd rijgewerk. En daar had ik deze tas van gemaakt. Netjes gevoerd, alles met de hand gedaan. Met een treksluiting. En ik vond dat zo leuk. Ik vind sowieso dat modeltas leuk, dat boxy. Dat vind ik heel leuk. En ik dacht, nou, dat is een lekkere, ruime projecttas. En ik vind dat dat rijgen, dat vind ik zo heerlijk om te doen. En met die lapjes. En ja, ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. Dus ik ben al van plan om een set placemats te maken met die Kawandi-techniek. Dat moet ik nog knippen. Maar ik vind het ook leuk om in ieder geval lapjes, en waarschijnlijk, ik heb ze vierkant gemaakt, waarschijnlijk worden dat ook van dit soort tasjes, om dat rijgen mee te doen. Nou, ik heb gisteren stof geknipt. Dit is een hele dikke flanel. Mijn vulling was op, tenminste. Ik heb nog wel fiberfilm, maar dat is vrij volumineus. Het is een beetje te dik voor dit soort werk, vond ik. Maar ik had nog wel flanel liggen, vrij dik flanel. En dat geeft ook wat stevigheid. Ik heb even getest met mijn naald of je er makkelijk doorheen komt. En dat kom ik. Dus ik heb, ik denk ik knip er 5. Want dan kan ik, als ik dat wil, kan ik daar ook zo'n leuk tasje van maken. Ik heb het even omgeslingerd, want het rafelt nogal. En dit wordt de ondergrond, zeg maar, om op te rijgen. En dat wil ik dus met lapjes doen. Alleen dan niet omgezoomd, maar gewoon met rafeltjes en al. Een soort collage maak je eigenlijk van die lapjes. En daar rijg je dan overheen. En dat is weer geïnspireerd op de borro-techniek. Borro is eigenlijk, ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek trouwens, maar goed, het komt uit Japan. En oorspronkelijk is het een techniek om te repareren. Kleding met name en huishoudtextiel. En dat deden ze door op goed wat versleten was lapjes te leggen en die door te rijgen. En dat kan met patronen, rijgsteken zo laten kruisen dat je echt hele mooie patronen erin krijgt. Dat rijgwerk is heel precies en secuur en dat noem je dan sashiko. Maar je kan ook gewoon heen en weer rijgen in banen of dwars erop of net hoe het uitkomt en wat minder secuur. En dat is wat vrije rijgwerk. En dat is wat ik dus hier wil gaan doen. En wat het dan uiteindelijk opleverde, dat noem je dus een borro. En dat werd oorspronkelijk gedaan met indigo-blauw geverfde katoen. Want dat was wat ze heel veel voor handen hadden. En Google maar eens op borro. Gewoon B-O-R-O. Dan vind je wel foto's. En dan heb je het ook wel eens gezien, denk ik. En nogmaals, ik ga dat niet heel authentiek doen, maar gewoon met lapjes die ik voor handen heb. En ja, je geeft het dan een beetje je eigen draai aan, maar het is wel door die techniek geïnspireerd. Dus ik maak gewoon een soort van collages. Ik laat die lapjes wel iets uitsteken, zodat ik ze om kan slaan en daar weer zo'n tasje van kan maken. Dus dit heb ik geknipt en dat heb ik vast omgeslingerd tegen het rafelen. En bij mijn vintage projectje, voor degenen die mij al wat langer volgen, vond ik dat is een hele ouderwetse techniek die bijna niet meer wordt toegepast. En dat is jammer, want het is zo leuk.
Dessin veranderen. Je neemt een ruitje of een stipje of een streepje en je gaat dat zo bewerken met draad dat je eigenlijk een ander dessin krijgt. En ik vond dat heel leuk. Jullie gaan dat zo ook zien. Mijn mandje is inmiddels af. En dat is dus eigenlijk een vintage techniek, want je ziet het niet zoveel meer. En dat is jammer. Het werd vroeger veel toegepast, met name op bijvoorbeeld schotjes en huishoudtextiel. En dan hadden ze vaak dit soort ruitjes. En daar werd dan op geborduurd. En dan zo dat je eigenlijk een soort ander patroontje kreeg. Nou, ik wil datzelfde ongeveer gaan doen, maar dan puur met rijgsteken. Want door mijn vintage projectje heb ik ontdekt dat je met alleen maar rijgen in verschillende richtingen al heel erg veel verschillende dingen kunt doen. Dus ik beperk me tot het rijgen en dan ga ik gewoon kijken hoeveel ik daarmee kan variëren. Nou, ik heb lapjes geknipt, vierkant ook, van ruitjesstof. Dit is een ingeweven ruitjes, dus niet opgedrukt. En ik heb daar alvast netjes volgens het ruitje wat van dat mijn laatste restjes dunne fiberfilm erop geregen. En ik moest een beetje sjoemelen. Kijk, het laatste was net te klein. Toen heb ik er nog een reepje aangenaaid. Zie je toch niks van. Zit aan de binnenkant. En dat is het enige waar ik even voor naar de winkel moet. Want lapjes heb ik zat. Dat zullen jullie zo wel zien. Maar de quiltwinkel is op dit moment dicht. Maar dan moet ik dus even naartoe voor wat hele dunne, soepele bedding. Maar goed, ook voor de zekerheid 5, want dan wordt dit een tasje wat kleiner. Nou, dat is dan natuurlijk helemaal geen traditionele Comme-Bucuro meer, zo'n reistasje. Maar wel daarop geïnspireerd. Hè. Dat is juist het leuke van dat soort dingen. Je leent een techniek uit een cultuur, je gaat ermee spelen en je maakt daar een beetje je eigen ding van. En het wordt dan een beetje combinatie van zo'n techniek, gecombineerd met een vintage techniekje, namelijk stof veranderen, zo noemden ze dat ook wel. Dit ga ik dus rijgen en mijn bedoeling is doordat, kijk, dit is dus het randje. Hier gaat hij dus omgezoomd worden, later. Dan heb ik alvast een randje, dat heb ik in kleur lila die een beetje neutraal is. Dan ga ik dat bewerken met roze en een beetje donkerder paars. En dan wil ik dat in een vierkantje doen in het midden. En dan wil ik de randen ruitjes laten, zodat je kunt zien wat het verschil is. Vind ik wel leuk om dan zo'n vierkantje in het midden, die maak ik dan allemaal even groot. En mijn bedoeling is dan ook om er een tasje van te maken. Nou en die Kawandi techniek en die Borrow-achtige techniek, daar heb je veel kleine stukjes stof voor nodig. Dus toen dacht ik, ik ga mijn bakken doorvlooien. Ik heb mijn bakken met lapjes, hele grote lappen heb ik bovenop zolder liggen. Maar de wat kleinere lapjes en bijvoorbeeld van die vierkantjes, van die charm packs met vierkante lapjes, die heb ik allemaal beneden in bakken. Dat laat ik straks even zien. Dat zal ik even apart filmen en er even tussen voegen. En die heb ik op kleursoorten. Dus bijvoorbeeld roze en paars heb ik bij elkaar in een bak. Groen en bruin tinten heb ik bij elkaar. Geel, oranje, rood heb ik bij elkaar. Zodat het makkelijk zoeken is op kleur. En toen dacht ik, nou weet je wat ik doe? Ik ga die bakken er eens even bij pakken. Ik heb vakantie, hè? Dus ik dacht, daar heb ik nou mooi de tijd voor. Dan pak ik die bakken erbij, stuk voor stuk. Ik ga al die lapjes eens even doorvlooien. Kijken wat ik heb. En dan die lappen, heel vaak zijn daar stukken uitgeknipt. En dan alles wat uitsteekt aan vliedertjes en dingetjes, die knip ik af. Die verzamel ik in mijn blik. En dan heb ik allemaal kleine stukjes van allemaal verschillende kleuren die ik kan gebruiken voor die technieken die ik wil doen. Ja, en toen dacht ik, dan doe ik dat dus in mijn blik. Ik zal het even laten zien. In mijn leuke verkadeblik van de kringlopend. Ik moet er elke keer op lachen als ik het zie. Ik dacht, nou kan ik mooi dit blik mee vullen. Nou, je ziet het. Het is zo idioot veel.
Dat ik dus echt, nou ja, dat past natuurlijk belangen niet in dat blik. Maar goed, wat ik nu ga doen. Ik heb een heleboel van dat soort van die zakjes met zo'n stripsluiting. Ik ga nu vanmiddag of zo, ga ik er eens even voor zitten. Kijk, dit soort lapjes, maar ook dit soort reepjes. Dat kan je heel goed gebruiken. Om collages ook mee op te vullen. Ik noem het maar even collages. Ook dit soort dingetjes met rafeltjes die je ergens tussen kunt rijden. En wat ik nu vandaag wil gaan doen, is, ik heb ook gezorgd voor wat effen kleuren, is dit een beetje ook weer op kleur sorteren, zodat als ik wat wil maken, dat ik een beetje op kleur kan zoeken. Ik vind het leuk om, met die lapjes die ik net liet zien, om te kijken of ik collages kan maken, dat ik per lapje toch een bepaalde, ja, kleurgroep doe. Je kan het ook heel bont maken natuurlijk, van alles door elkaar gooien. Maar ik vind het leuk om toch een beetje dat op kleur te doen. En dan eventueel met een contrasterend garen door te rijgen. En dus ik ga dit een beetje op kleur sorteren. Kijk, er zitten hele leuke lapjes tussen. Echt hele oude lapjes ook. Kijk, deze is ook heel leuk. Ook een heel schattig lapje. Ik heb gewoon een keer bij een kringloper gekocht, hè. Nou, en... Dus hier ben ik nog wel even mee bezig. Maar goed, ik heb in ieder geval een flinke voorraad. En ja, ik ga gewoon kijken of dat een beetje lukt om dat een beetje te sorteren. Het resulteerde wel in het feit dat al mijn plastic boxen nu weer... Mijn lapjes zitten daar weer keurig in. Ik heb ze weer even netjes opnieuw opgevouwen. Het is weer overzichtelijk en netjes. Dat vind ik dan toch wel weer lekker. Dus dat laat ik straks eventjes zien, hoe mijn bakken er nu uitzien. Want het zat allemaal een beetje, nou niet door elkaar, want ik nam dan wel de moeite om even in de goede bak te stoppen. Maar nou ja, goed, een beetje rommelig. Dat is weer netjes. En een groot voordeel, doordat je alles hebt doorgevlooid, weet je ook weer een beetje wat je allemaal hebt. Nou, dat is heel veel. Ik denk, ik hoef voorlopig geen lapjes meer te kopen. Als ik nou vanaf nu, hè, echt helemaal niets meer zou kunnen kopen, dan kan ik voor patchwork en quilten en borrow en kawandi en noem het allemaal maar op, kan ik nog jaren voort. En toch, als je dan op een beurs komt of het handwerkfestijn bijvoorbeeld en je ziet leuke aanbiedingen of op het handwerkfestijn hele goedkope lapje, dan kan je toch vaak de verleiding niet weerstaan. Dus, nou ja, goed. De kleine stukjes, vliedertjes heb ik afgeknipt. Nou ja, goed. Dat gaat natuurlijk nooit lukken om dat in dat blik te krijgen. Ik heb een enorme hoeveelheid vierkante lapjes in verschillende maten. Een aantal wat grotere heb ik apart gehouden. Dat zijn deze. Want dit is precies groot genoeg, denk ik, om een klein... zo'n klein tasje te maken. Vind ik ook wel leuk. En dan heb ik ze nog kleiner. En ook heel klein. Nou ja, goed. Ik heb deze even apart gehouden. Moet je kijken hoe leuk deze bijvoorbeeld. Zo hartstikke leuk. Voor een tasje met die primaire kleuren zo. Nou, dan eventueel dat felle blauw als bodem. Is toch hartstikke leuk. En dan is het weer mooi, denk ik, om dat rijgen weer wat neutraler te doen. Of bijvoorbeeld die ballonnetjes hier en daar te volgen. Is ook leuk. Maar dit was precies het formaat dat ik denk, nou, zo'n mini-tasje kan heel leuk zijn. Ik zit alleen een beetje met de vraag, waar voer ik dat mee? Want er moet iets, ja, wel iets achter om dat te rijgen, een beetje body te geven. Maar hoe kleiner je zo'n tasje maakt, hoe dunner het geheel moet zijn. En anders wordt het heel stug. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Toen dacht ik, nou, voor dat ruit-streep-stip veranderen, zoek ik eigenlijk ook wat ruiten, strepen en stipjes uit, waar ik te zijner tijd eventueel iets mee kan doen. Dit zijn gewoon, ik moet het even wassen, want het is heel erg gepapt, dus dat moet er even uitgewassen. Maar dit zijn gewoon zakdoeken van de Zeeman. Kijk, ik heb daar alles wat uitgeknipt. Van de Zeeman. Dat is hele dunne katoen.
Nou, als ik dat even was, dan is die pap eruit. En dan kan je dat dus ook heel goed gebruiken voor patchwork. Dat is mooi dun. Vaak is dat vrij fijn geweven. En het kost bijna niks. Dus kom je nou regelmatig, hou je van patchwork-achtige technieken en kom je nou regelmatig bij de zeeman, kijk dan af en toe even bij de zakdoeken. Zo af en toe hebben ze, weet je, kan je hartstikke leuke dingen. En anders kan je het altijd als voering ook nog gebruiken. Weet je, alles wat een beetje lijkt op ruit, streep of stip heb ik er even uitgehaald ook. Nou, dit lapje moet jullie bekend voorkomen. Grotere stipjes. Ik dacht eerst, jeetje, zitten daar nou zoveel vlekken in? Maar dat hoort zo. Het lijkt net alsof dit vlekken zijn. Maar dat hoort zo. Als je op de achterkant kijkt, zie je het niet. En toen kwam ik hem later in een andere kleur tegen. En die heeft hetzelfde. Dus dat hoort zo. Kijk, dat is ook weer zo'n. Ja, ik heb geen idee meer waar het vandaan komt. Ruiten. Ik heb gewoon alles. Dit is ook weer een ingeweven ruitje. Alles wat ik vond, heb ik eruit gezocht. Een opgedrukt ruitje. Dit is wat steviger stof. Is ook opgedrukt. Beetje pied de poule-achtig. Deze ook. Dit is ook een opgedrukt ruitje. Weer in een andere kleur. Een ingeweven ruit. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Maar vaak hebben overhemden zijn ook vaak van dat soort ruitjes. Dit was een beetje zo'n folklore lapje. Deze had ik nog. En deze is wat groter. Daar had ik een plan mee. Ik weet alleen niet meer wat. Schiet lekker op, hè. Maar. Oh, geloof dat ik hier ook een. Ja. Deze was groot genoeg om een wat groter tasje van te maken. Hoeveel tasjes kun je hebben? Zou je denken misschien. Maar dan heb je ook nog eens wat weg te geven. Is ook leuk. En. De bodem van deze tas, die had ik hier met cirkels doorgeregen die dan door elkaar komen. Alleen je ziet dat bijna niet, omdat de stof gedessineerd is, waardoor het wegvalt en omdat ik voor die cirkels één kleur heb gebruikt. Toen zei ik al een keertje van dat lijkt me heel leuk om dat met drie kleuren te gaan doen, zodat hier twee kleuren mengen en ze hier alle drie mengen. Maar dan moet ik ook een wat neutralere achtergrond hebben. Ik ben dit nog steeds van plan. En ik had vrij veel. Dit is vrij neutraal. En dat zijn van die. En als je daar met wat feller gekleurde draadjes dat op doet, dan zie je wel degelijk het effect. Maar wat ik ook vrij veel heb, zijn van die witte lapjes. Of off-white met witte opdruk. Nou, ik kan me voorstellen als ik hier cirkels op ga rijgen met bijvoorbeeld rood, geel en blauw, de primaire kleuren, dat dat een heel leuk effect geeft. Misschien juist helemaal niet, maar dat ga ik dus uitproberen. Kijk, en daar heb ik dus heel veel van. Deze is weer heel subtiel met een heel klein cirkeltje. Ik weet niet of je het kunt zien. Ik weet ook niet eens wat de goede kant is. Wat is nou de goede kant? Dit is de goede kant. Je ziet het bijna niet. Van die cirkeltjes. Maar daar heb ik dus vrij veel van. Dus die heb ik er ook even uitgevist. Alles waar ik eventueel een plannetje mee heb. Op redelijk korte termijn, hoop ik. Dat heb ik er even uitgevist. Dat maakt ook dat mijn bakken met voorraad ook weer een beetje overzichtelijker zijn. Nou, dat voeg ik dus straks even in. Maar je ziet het. Ik heb heel veel ook echt van die super mooie, hartstikke dure quiltlapjes. En daar heb ik het grootste deel van gekregen. Als mensen weten dat je handwerkt en dat je eigenlijk bijna alles kunt gebruiken. Dan gebeurt het best wel eens dat iemand je op een gegeven moment vraagt van, goh joh, ik heb dit of dat liggen. Of ik ken een, nou ja, een voorbeeld. Mijn schoonzusje werkte in de thuiszorg en die had twee oude cliënten.
die allebei quiltsters waren geweest en die hadden in hun leven heel veel gekwild. Hielden daarmee op of gingen dat minderen. Eentje moest ook verhuizen, moest wat spul kwijt. En of ze daar iemand voor wist. En mijn schoonzusje zei, ja, ik weet wel iemand. Nou, daar heb ik dus echt heel erg veel lapjes van gekregen. En dat zijn, daar zitten echt ook lapjes bij. Dat kun je gewoon zien. Soms zie je ook in de zelfkant. Hè, dat is een bepaald merk of een bepaalde ontwerper. Echt speciaal gemaakt ook om mee te quilten. Nou, dat zijn lapjes die ik zelf echt niet zo gauw zou kopen. Die zijn gewoon heel duur geweest. En samen met, dat vind ik dan zo leuk, samen met bijvoorbeeld oude overhemden van Pieter. Weet je, dat kost dan helemaal niks. En zo bouw je eigenlijk een enorme collectie, kun je opbouwen. En ik heb een nieuw YouTube-kanaal ontdekt. Als ik eraan denk, zal ik de link naar haar kanaal even invoeren. Oh nee, dat kan ik wel in een andere video doen. Ja, dan vertel ik daar ook wat meer over. Ja, daar ga ik nog wat over vertellen. Maar die gebruikt dus echt alleen maar oude dingen. Die koopt bijna niks. Maar die gebruikt dus ook bijvoorbeeld oude lakens uit bijvoorbeeld kringloopwinkels. Maar haar omgeving weet ook dat ze eigenlijk alles kan gebruiken. En die hoeft eigenlijk haast nooit wat te kopen. Weet je, en die doet dat dus. En die verft het dan ook. Zij is dan meer van de hele smooth, oude, vintage look ook. Dus zij heeft ook bijvoorbeeld lapjes die ze bijvoorbeeld te fel van kleur vindt. Die laat ze dan weken in sterke thee bijvoorbeeld. Waardoor het een beetje een oude vintage look krijgt. Heel mooi. Maar ja goed, ik ben meer van de kleurtjes. Dus ik heb ook heel veel felle kleurtjes. Dat is dan weer mijn ding. Maar zo bouw je dus eigenlijk een collectie op zonder dat het je heel veel kost. Tetter gewoon rond, hè, dat je alles kunt gebruiken. Ja, en mijn devies is altijd, hè, want je krijgt ook wel spulletjes die je niet kunt gebruiken. Daar kun je altijd weer een ander blij mee maken. En stel dat dat echt troep is, ja, wegdoen kan je het zelf altijd nog, denk ik dan. Maar ik zeg niet zo gauw nee. Als mensen vragen van, kun je dit? Dan zeg ik nooit nee, eigenlijk. Dus, ja, dat maakt dus dat mijn bakken ook weer flink zijn opgeruimd. Nou, en toen heb ik ook nog de wat grotere stukken stof eruit gevist. Deze lappen komen van boven. Dat zijn grote lappen die ik wil gebruiken als voering. Bijvoorbeeld voor tasjes of voor achterkanten van kawandi-achtige dingen, quiltjes. En daar vond ik ook hier nog een paar. Kijk, deze bijvoorbeeld. Ik zat te denken, dat rode ruitje wat ik net liet zien. Hè, leek me heel leuk om dat met dit te voeren. Bijvoorbeeld. Of, ik vond dit ook heel mooi. Daar heb ik ook nog een plan mee. Dit is een, ik weet niet meer hoe ik eraan kom. Het is vrij stevig. Het is een ingevouwen streep. Oh, ik weet wel hoe ik eraan kom. Dat heb ik bij een kringloper vandaan. Heel mooi stevig lapje. En het doet me denken aan stofjes die je bijvoorbeeld op Urk ook kunt kopen. Aan die, ja, folklore stoffen. Staphorst, Urk. Daar vind je dit soort stoffen. En dat lag zomaar bij de kringloper. En dit vind ik heel leuk om iets mee te doen. Ook. Want ik had meer van dat soort stofjes. Moet ik even zoeken. En die had ik al bij elkaar in een zak gedaan. Ik heb een paar jaar geleden voor een Amerikaanse podcaster had ik een swap, maakten we voor elkaar een adventkalender. En zij had iets met vuurtorens. Toen had ik voor haar zakjes gemaakt, 24 zakjes. Had ik plaatjes van vuurtorens, had ik geprint en met speciale folie op ongebleekte katoen geregen. Daar cirkels uitgeknipt. Die cirkels
in 5 hoekjes met deze. Kijk, ik zal het even laten zien. Volgens mij waren het 6 hoekjes zo in een cirkel. Dan moet je dus zo zien dat daar dus een lapje onder zit, hè, een rondje. En hier kwam dan die vuurtoren, had ik erop gestreken. Cirkeltje van katoen, dat reeg ik door. En daar nou, aan 2 kanten. En dan met BA-band afgezet en aan de bovenkant opengelaten, zodat ik 24 zakjes had. Dat is heel leuk om te doen. Maar ik had dus nog van deze vormpjes over. Ook dit zijn van die traditionele folklore stofjes. Deels. Deels ook niet, maar deels wel. Dit bijvoorbeeld. Deze streep. En dit paste er heel mooi bij. Een beetje van die Hollandse rood-wit-blauw. Nou, je ziet het. Ik heb dus nog een aantal van die vormpjes over. Maar ik dacht, als ik die nou open strijk, dan kun je dus ook weer, volgens die Kawandi-techniek, of Boro-techniek, weer op een ondergrond rijgen. En hoe leuk is dat dan om dat met rood te doen? Ik denk, dat is leuk. En die kan je dan voeren met bijvoorbeeld dit lapje. Dan heb je echt een, ja, oud-Hollands zou ik het noemen. Oh, dit lapje. Dus daar heb ik ook dingen die ik eventueel zou kunnen gebruiken voor voering, heb ik er ook uitgehaald. En dat betekent dat ik nu een, ja, gewoon bij de hand heb, niet zo heel erg hoef te zoeken. En dat mijn boksen met lapjes weer overzichtelijk zijn. Dus 2 vliegen in 1 klap. Nou moet ik wel zeggen dat die tas hier een beetje in de hoek staat. En ja, het staat niet in de weg, maar de kamer wordt wel steeds voller. Dus ik had een box met draadjes staan. Op het ogenblik doe ik dan. Ik ben zo begeisterd door de lapjes dat ik wat minder met de draadjes doe. Dus die boxen met draadjes zijn weer even naar boven verhuisd. Zodat ik weer ruimte heb voor dit. Nou, echt. Ik zit nu al een hele poos te kletsen. Maar goed, daar ben ik dus mee bezig geweest. En mijn Kawandi geïnspireerde kleedje voor op het kastje is klaar. Adventkalender. En ik ben gestart met nieuw werk. En dat opruimen en het uitzoeken. Dat kost best veel tijd hoor. Daar ben je echt een paar dagen mee bezig. Maar het is wel lekker dat ik nou weer een beetje weet wat ik heb. En ja, het geeft overzicht. Ja, de aanwinsten. Ik laat nog even zien. De laatste lapjes van mijn adventkalender wilde ik laten zien. Maar ik weet niet meer welke dat zijn. Want ze zijn volgens mij een beetje door elkaar gegaan. Dus ik laat ze even snel weer even zien. De vogeltjes. Dit is weer zo'n off-white lapje met witte opdruk. Deze is heel leuk. Hier met groenige stippies. Hier had ik er verschillende, kijk, verschillende kleuren, hetzelfde dessin. Dat vind ik altijd heel leuk. Of ik nog niet genoeg lapjes heb. Het is echt, die had ik ook in verschillende kleuren. Volgens mij had ik deze ook nog in het blauw. Deze, die had ik ook, kijk. Oh, misschien dat dit dan de nieuwste zijn, dat zou kunnen. Ja, dit is een strook. En die heeft ook een ander doel, daar kom ik zo op. Dit was een strook, geen lapje. Ja, dan waren dit dus de laatste lapjes. Ook weer zo'n off-white met een hele subtiele witte stipjesopdruk. En deze. En nog zo'n witte. Nou, ook deze nog, die hebben jullie dan waarschijnlijk al gezien. Kijk, dit is, het was geen blauw, maar bruin. Die nog. En op dag 24 kwam daar het patroon bij. 2 patronen. Allebei Log Cabin. Ik kan, ja, Log Cabin is zo'n
hoe zeg je dat? Veel voorkomend. Dat is niet echt een ontwerp van iemand, dus dat kan ik rustig laten zien. Een speldenkussen om die geborduurde lapjes. Daar maak je dan een randje omheen met lapjes. En daar kan je dan een speldenkussen van maken. Maar ja, dat wordt een speldenkussen, dat wordt een kubus van 12 op 12 centimeter. Vind ik veel te groot. Ik zat wel te denken, ook daar zou je zo'n tasje van kunnen maken. Ik kan er ook vier aan elkaar zetten. Of een log cabin. Kijk, log cabin wil zeggen, je hebt een lapje in het midden en je maakt daar strookjes omheen. Dus je legt daar, kan ik dat zien? Kijk. Ik kan dit gewoon laten zien, want het is een heel veel voorkomend traditioneel blok. Je begint met een lapje. En dan leg je daar een tweede lapje op. Dat naai je, dan sla je het om. En dan komt het volgende lapje. Leg je erop, naai je, sla je om. En zo ga je verder. En wat dan traditioneel is, is dat dan de lapjes die hier zitten, doen ze in een wat lichtere tinten. En de lapjes die hier zitten in wat donkerder tinten. En zo krijg je dus blokken. Nou, hier zijn de patroontjes met naad. Je kan het op verschillende manieren doen. Je kan ze heel secuur met naad, allemaal dezelfde naadtoeslag, uitknippen. Dan kan je ze gewoon met de buitenkantjes op elkaar leggen en doorstikken. Hetzij met de hand, hetzij met de machine. En als je ze heel secuur hebt geknipt, hoef je dus alleen maar de randjes op elkaar te leggen. Dat kan je doen. Wat je ook kan doen, is zo'n patroontje als dit op ware grootte op meestikpapier of spul wat doorschijnend is overtrekken en het dan op die ondergrond naaien. Dan zit je dus je tekening en dan liggen je lapjes eronder en je tekening erbovenop en daar stik je dan doorheen. Dat kan je ook doen. En dat wil ik, dat heet dus paper piecing of foundation paper piecing. Dat is een techniek die ik nog niet eerder gedaan heb en al heel lang ook op mijn lijstje staat om eens te doen. Dus misschien dat ik van die log cabin blokken ga maken volgens die paper piecing methode. Dan doe ik hem niet op ware grootte, want ik vind het veel te groot. Dan wil ik dat klein en dan wil ik daar eigenlijk een mini quiltje van maken. En zoiets als dit wordt het dan. En daar zitten dus ook die geappliqueerde, geborduurde lapjes ook tussen. Maar ik zou hem dan mini willen maken. Dus misschien, nou als ik hem ietsje groter kopieer. Dit vind ik dan weer erg klein, maar ietsje groter. En dan wil ik dat volgens deze methode. Nou dat is dan weer heel secuur werk. En ik vind het dan gewoon leuk om een mini quiltje, zoiets. En dan wordt dat dus afgewerkt, die blokjes. Daar zitten dan met dat wit, zitten dan stroken tussen. Nog kleine blokjes ertussen van verschillende lapjes. En dan die strook, die knip je dan op maat. En daar werk je hem dan mee af. Ik weet nog niet of ik dat ga doen. Maar ja, misschien wel. Ik denk het wel. Ik vind het wel leuk. Maar dan wil ik dat dus volgens die foundation paper piecing methode doen. En als ik hem verkleind maak, dan passen natuurlijk die geappliqueerde lapjes er niet in. Dus ik denk dat ik daar wat anders mee ga doen. Ik heb al een beetje een idee. Dat gaan jullie nog wel een keer zien, denk ik. Nou, even kijken, dit doe ik er weer even allemaal in. Het zijn wel hele leuke lapjes. En ik kreeg een kerstpakket. Bij ons op school hebben we altijd als kerstpakket, dat is tweeledig. Ik heb van de grote organisatie, de koepel waar wij onder vallen, het ROC van Amsterdam. Maar per filiaal, zeg maar, hè, in dit geval MCH, dus hebben, hoe heet het, ROC Hilversum, hebben we dan ook nog altijd iets. Het ene is bonnetjes. Je krijgt dan is er een kerstmarkt met lekkere hapjes, drankjes. En dan krijg je een bepaalde waarde aan bonnetjes.
Dan staan daar lokale winkeliers met een kraampje in de centrale hal bij ons op school. En daar kan je dan je bonnetjes besteden. Nou, daar heb ik dus hoe heet zo'n ding? Een laserthermometer voor gekocht. Dat was van een prijs wat ik normaal gesproken niet zou uitgeven. Die was best heel duur. Waar je met laser zeg maar op een afstandje temperatuur kan meten. En dat vind ik heel handig. Met name in de keuken, zowel bij het koken als iets een exacte temperatuur moet hebben. Maar ook bij bijvoorbeeld het verven van wol of stof. Dat je niet bijvoorbeeld bij wolverven, ik gebruik acid dyes, dat zijn synthetische verfstoffen. Dat wil je niet de temperatuur meten met iets waar het ook in je eten gaat. En dit meet op afstand. Dus dat vond ik wel mooi, maar het ding was hartstikke duur. Normaal gesproken zou ik dat er niet voor over hebben, maar met die bonnen wel. En toen had ik nog geld over op mijn bonnetjes. En daar heb ik een heerlijk groot stuk lekkere pittige oude kaas voor gekocht. Er staat altijd, de winkeliers van omgeving, er staat altijd een kaashandel, of een soort van delicatessenhandel. Wijnhandel, Rituals staat er altijd. Dille en Camille heeft daar altijd een kraam. Nou, nog een paar ben ik even vergeten. Oh, de boekhandel bij de Hilversumse Boekhandel staat er ook altijd. En daar kun je dan je bonnen besteden. Is altijd heel leuk. Is ook gezellig. Drankje, hapje. Is gewoon leuk. En dan krijgen we altijd nog een bon van de gehele organisatie, zeg maar. En dat is een digitale bon. Voorheen was dat altijd een bol.com-bon. Daar was ik altijd heel blij mee. Tegenwoordig is dat dan iets waar, een site waar je iets kan uitzoeken. Maar dat zijn allemaal dingen die ik helemaal niet leuk vind. Maar kon je ook een cadeaubon kiezen. Dus ik heb hem besteed aan een bol.com-bon. En daar heb ik vervolgens weer wat voor gekocht. Naaigaren. Omdat ik zoveel met die lapjes bezig ben. Ik wil graag zo gaandeweg een verzamelingetje aanleggen met het Gütermann garen. Dat vind ik heel goed garen. Dat is ook voor, het is een wat dure garen, maar in vergelijking met sommige andere merken is het nog heel betaalbaar hoor. Als ik kijk wat sommige quilters voor garen gebruiken en wat dat kost, dan denk ik, nou dat ga ik dus echt niet doen. Dus dan is Gütermann een goed alternatief. En dat wil ik een beetje bij elkaar verzamelen. Ik had al een hoop neutralere kleuren en wat meer pasteltinten. In mijn blikje. En toen zag ik deze. kan ook heel leuk zijn om hier en daar een steekje als je iets zichtbaar wil aan elkaar naaien. Maar ook om te rijgen. En het is natuurlijk dun naaigaren. Dus als je het met een enkel draadje doet, wordt het niet te opzichtig, denk ik. Maar hoe leuk is dat op wit of zwart? Lijkt me zo gaaf. Dus die heb ik gekocht. En toen dacht ik, ja, ik had al die klosjes, die had ik los in het etui zitten. Maar dat gaat natuurlijk door elkaar en nou ja, goed. Dus toen vond ik een opbergbox voor klosjes garen. Met pennetjes. Als die dicht zit, kan het ook niet door elkaar. Het is overzichtelijk om uit te zoeken. Ik denk, nou, die vind ik dus echt, daar kunnen 42 klosjes in. Die vind ik nou echt heel handig. Dit is allemaal het Gütermann. Daar moet ik dit nog bij doen. Dit is een ander merk. Is op zich ook goed garen hoor. Dit is merkloos. Dit is Gütermann handgaren. Je ziet wel dat is beduidend dikker dan naaigaren. Kijk. Dus daar komen de klosjes die ik nog niet heb uitgepakt nog bij. En dan heb ik het netjes overzichtelijk. Hier zitten de pennen wat verder uit elkaar voor bredere klosjes. Gütermann heeft verschillende soorten garen. Dit is polyester, ja, wordt verkocht als machinegaren. Maar je kunt hier ook mee met de hand naaien. Dus eigenlijk, ze verkopen het ook, dat is deze ook, als alles naaigaren. Dus zowel voor de machine als met de hand kun je hiermee naaien. Ze hebben ook echt handgaren, dat is dat wat dikkere. Daar hebben we twee klosjes van. Kan je dus ook rijgwerk mee doen als je het wat subtieler wil, wat dunner draadje. Ze hebben ook quiltgaren, dat is van katoen, dat is allemaal polyester.
En ze hebben ook quiltgaren en dat is van katoen. Dit heb ik gebruikt voor mijn tafelloper. En dat is wat, dat gaat wat minder snel in de knoop. Ja, je kunt het ook, het is vrij dun ook, net zo dun als naaigaren. En ja, dit wordt gebruikt bij het quilten. Ik had eigenlijk best kleine klosjes kunnen nemen, bedenk ik me nu. En dat is wat steviger. En het is van katoen. Dus als je, ja, veel quilters gebruiken dit ook voor het door, zowel voor het naaiwerk als voor het doorpitten. Als je een quilt hebt die helemaal van katoen is gemaakt, dan kan het verstandig zijn, zeker als het iets is wat je regelmatig moet wassen, dat je ook katoenen garen gebruikt. Dat als je het moet wassen, dat niet het een wel krimpt en het ander niet. Daar is het eigenlijk ook wel een beetje voor bedoeld. Dus, nou, ik heb een. Wat ik gebruik op dat moment, dat zit dan in mijn boxje waar ik mee bezig ben. Of in mijn projecttasje. En mijn voorraad kan mooi hierin. Nou, ik heb nog een klosje rijgaren. Dus deze is extra, dus die bewaar ik er ook maar in. Maar ja, ik vind het net een winkeltje. Dus deze gaan er nog in. En ik weet niet of ik daar nog ruimte over heb. Ik denk het niet. Dus mijn mooie vintage blikje wat ik gekocht had met die pasteltintjes. Denk dat ik die nog even in het blikje laat. Wat ik ook kan doen is die juist leeghalen en hierin. En dan de kleurtjes waar ik veel mee bezig ben in het blikje. En die in mijn project. Ik denk dat ik dat ga doen. Dat ga ik doen. Ik zit gewoon hard op te denken. Dus. Fijne aanwinsten waar ik ook echt wat aan heb. Borduurgaren ben ik ook nog mee bezig. Dat had ik uitgezocht. Ik had dat zo netjes op kaartjes. En ik had dat per kleur had ik dat in zakjes. Maar het werd zo rommelig. En het lag in de weg in die box. En ik had nog van die uilen, van die boxen met van die vakjes waar je die kaartjes in kan zetten. Dus ik heb het daar weer in gestopt. Zodat dat ook weer netjes overzichtelijk is. Kan ik makkelijk kleuren kiezen. Dus ik ben hartstikke druk geweest. Ja, dat was hem. Dan gaan we nu, ik ga mijn spulletjes even opzoeken en erbij pakken. Want dan gaan we nu naar draadje. Gaat vintage. Ik ben zo weer bij jullie terug. Ik zou nog even een stukje film invoegen van mijn bakken. Ik zal even wat naar achteren gaan. Dit zijn ze allemaal zo. Garen. Dit is het borduurgaren wat ik heb uitgezocht. Dat zit weer netjes in bakken. Beetje op kleur. Zodat ik makkelijk kan vinden wat ik nodig heb. Hier zit allerlei andere spul in gereedschapjes. Dit is mijn breigereedschap. Ja, dit wordt een vest van een mouwloos vest van vierkantjes. Dat ligt al een paar jaar. Dus dat moet nodig een keer af. Sokkenwol. Andere gereedschapjes die ik zo af en toe gebruik. Helemaal onderin allemaal knopen. Ponsen om zeshoekjes te ponsen uit karton. Malletjes voor patchwork. Vullingen voor patchwork. Kleine beetjes. Grotere lappen heb ik boven liggen. Hier al mijn vierkante lapjes en sets met lapjes. Hier wat kleine dingetjes nog voor patchwork. Wat ook nog een projectje wat nog af moet in zit trouwens. Nog iets met die yo-yo makers. En dan heb ik dus hier mijn lapjes. Wat ik eruit gehaald heb, heb je net gezien. En dan een beetje op kleur. Blauw, roze, paars, groenbruin, geelrood. Dat is een beetje naturel. Met motiefjes. En hier, of wit met opdruk of zwart met opdruk. En helemaal onderin, weet ik even zo gauw niet. Oh ja, dat zijn de lappen met grotere motieven. Van die panels, die gebruik ik eigenlijk niet zoveel. Maar kan ze ook niet wegdoen. En dan hier nog een bak met allemaal lintjes, bandjes. Vooral heel veel BJ-band. Dat vond ik op het handwerkfestijn. Een hele zak vol voor een kwartje of zo. Nou, dat is altijd bruikbaar. En hier zit mijn strijkboutje in. Nou, alles weer netjes. Heb ik weer een beetje overzicht. Draadje gaat vintage. Ik realiseer me ineens dat dat stuk hiervoor wel lang is hoor. Als ik te veel klep naar je zin, scroll dan maar gewoon een stukje door. Draadje gaat vintage. Mijn vintage projectje is af. Mijn bakje
voor mama. Uit 1966 kwam het patroon. Oorspronkelijk was dat met Aida stof gemaakt en geborduurd. Ik heb stipjes stof genomen en ja, dessin veranderd. Elke kant een ander. Ik heb maar 3 kleuren gebruikt. Ik heb alleen maar rijgsteken gebruikt. En maar 3 kleuren. En daarmee heb ik heel veel variatie kunnen maken. En dat, ja, dat is wat me zo fascineert. Die strook, die heb ik omgevouwen. Ik heb daar van dat sieradenrubber ingeplakt. Omgevouwen. En ik heb hem aan 1 kantje dichtgenaaid. Even kijken, hier. En aan de bodem genaaid. De buitenbodem en de binnenbodem. Kijk, hier zie je dus dat rubber. En de binnenbodem ietsje kleiner en ook bekleed met stof. Je kan daar dus gewoon doorheen steken met de naald. Door dat rubber. Dat is heel handig. Geeft een mooi stevig. Voor mandjes is dit echt super. Je kan er gewoon doorheen naaien. Gaat helemaal niet zwaar. Dus ja, dat vind ik wel echt een aanrader. Om dat te gebruiken als je iets stevigs wil maken. En die zitten gewoon los ingedrukt. Zodat het netjes is afgewerkt. Nou, dit is dan zo'n mandje. Dat is wel handig. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Om bijvoorbeeld, hè, dan was ik met kleine stukjes stof. Om wat ik had uitgezocht hierin te doen. In een bepaalde ja, kleurencombinatie. Zodat ik, en dan kan ik dit naast me zetten. En lapjes pakken. Dus daar ga ik deze ook bij mijn volgende projecten voor gebruiken. Ik vind hem leuk. Misschien maak ik nog wel een paar van dit soort mandjes. In verschillende maten. Ik vind het wel leuk. Het zijn in feite gewoon 6 rechthoekjes. Je zou dat ook nog hoger kunnen maken. En zo'n 6-hoek, ja, dat kan je ook zo groot maken als je wil. Je zou zelfs nog met een ietsje grotere 6-hoek en reepjes eromheen, zou je zelfs nog een deksel kunnen maken. Ga ik niet doen hoor, ik vind dit gewoon leuk. Zo zou je een heel nest kunnen maken met steeds iets groter. Of kleiner, waar, die je dan in elkaar kunt zetten. En dan heb je altijd ergens een mandje voor. Kan ook nog. Nou ja, goed. Ik vond het wel leuk. Ik vind het wel een grappige blikvanger op mijn tafel. Ja, dus die is af. En nu moet ik een nieuw projectje kiezen. Nou, dat heb ik gedaan. Het slaat helemaal nergens op. Je hebt er niets aan. Ik zeker niet, want ik heb een maat dat ik denk, nou, dat gaat hem niet worden. Ga ik hem niet voor kunnen. Ik kan hem niet zelf gebruiken. Geen idee wat ik ermee moet doen als die af is. Als het lukt, want daarom heb ik het uitgekozen. Ik moet er eigenlijk een beetje om lachen. Het maandblad voor handwerken uit juni 1948. Dit blad begon, het is de voorloper van de Ariadne. En de eerste jaargang was 1947. Dus dit blad bestond nog helemaal niet zo lang. 1948, vlak na de oorlog. Dus een hoop spullen waren nog niet voorhanden. Waren heel schaars op de bon. En heel veel dingen werden zelf gemaakt. En in dat licht moet je het project wat ik nu heb uitgekozen ook zien, denk ik. Lingerie zal niet makkelijk verkrijgbaar zijn geweest. Zal ook in verband met de schaarste en kleding kan ik me ook voorstellen dat je er eerder voor koos om als je iets nieuws kon krijgen, om dan te kiezen voor nieuwe bovenkleding. Want dat was natuurlijk zichtbaar. En nou ja, vandaar waarschijnlijk het zelfgemaakte. De bustehouder. Ik was daar zo door gefascineerd dat ik dacht, ik wil die maken. Gewoon om te kijken of ik dan zo'n patroon snap. Want vroeger werd dat, ja, je werd geacht als vrouw dat je kon breien en haken. Dus die patronen waren vaak vrij sumier. He, want nou ja, goed, hè, er werd zo'n beetje wat aanwijzingen gegeven. Maar niet zoals tegenwoordig elke rij stap voor stap. Dus ik ga eens kijken, kom ik daar uit? En gewoon, ja, omdat het kan, zeggen ze dan tegenwoordig. Hè? Gewoon omdat het kan. De gehaakte bustehouder. Ik heb geen idee. Maar ik zag dit en toen dacht ik, oh, die wil ik maken. Er staat nog een vervolg op pagina 175. Dus het is vrij uitgebreid beschreven
Moet je kijken. Ja. Ik ga hem gewoon haken, kijken of ik snap wat er staat, of ik kan doen wat er staat. En ja, je hebt er natuurlijk geen zak aan. Tenminste, ik denk niet dat ik iemand kan vinden die een zelfgehaakte BH gaat dragen. Maar ik wil hem gewoon maken. Nou, de eerste moeilijkheid begint al meteen. Want bij materiaal staat ongeveer 50 gram haakgaren en een haaknaald nummer 7. Dat is niet de nummer 7 die we tegenwoordig gebruiken, 7 mm, want dan zou het een BH voor een olifant worden. Maar dat is een ouderwetse stalen haaknaald nummer 7. Dus waar ik mee moet beginnen, is kijken, zoeken, googlen, dat kan je vinden hoor, met welke haaknaald dat nu vergelijkbaar is. En ik gok zo tussen de 1 en 2 millimeter. Misschien 1, 1,5 millimeter, denk ik. Weet ik niet zeker. Nou, het zal 1,5, 2 misschien. Een dunne haaknaald in ieder geval. En daar moet ik dus bijpassend garen bij zoeken. Nou, ik heb vrij veel dun garen, dus dat komt wel goed. Dus daar begint het mee. En ik denk wel dat als ik het heb, dat ik een kleurtje kies. Ik denk dat ik dat dan wel leuk vind. Als je dan toch gek gaat doen, moet je het ook goed doen. Dus ik ga kijken of ik hier uitkom. Ik heb nu een patroon gekozen. Er wordt begonnen met de voorstukken. Even kijken. Deze bustehouder bestaat uit 5 delen, namelijk 2 zijstukken. Dat zal dit zijn. 2 voorstukken. Dat zijn wat je tegenwoordig cups noemt. En een klein voorstukje tussen de 2 grote voorstukken in. Dus tussen de cups. Nou, we beginnen met de voorstukken. Dus dat zijn deze ronde dingen. Het zijn, even kijken, wordt begonnen in het midden, steeds op 5 plaatsen gemerkt, zodat een vijfhoek ontstaat. Elke toer eindigt door de laatste steek met een halve vaste aan de eerste steek van de toer te verbinden. Voor elke toer welke met een stokje begint, wordt in plaats van dit eerste stokje 3 kettingsteken. Kast, kettingsteken zijn dat. Tegenwoordig noemen we dat lossen. Dat noemden ze vroeger kettingsteken. Nou, tot zover is dat nog wel duidelijk. Dus ik ga uitzoeken welk garen en welke naald ik moet hebben. En ja, dan ga ik gewoon eens kijken hoe ver ik kom. Ik ben zelf reuze benieuwd. En wat ik er dan vervolgens, als het lukt om hem af te krijgen, wat ik er dan vervolgens mee ga doen. Ik hang hem op. Ergens. Maar goed, dat dus, dat gaat hem worden. Gewoon puur uit nieuwsgierigheid. En dat je, zo af en toe is het ook wel eens leuk om iets te maken waar je niks aan hebt, denk ik dan maar. Goed. Dat wordt dus het volgende vintage project. Wat ik trouwens, ondanks dat ik heel veel heb zitten kletsen, vergeet. Iets totaal anders trouwens. Maar ik heb dus nu deze Comme Bucuro geïnspireerde tas. Het is eigenlijk, je zou het ook een kubustas kunnen noemen. Maar ik heb al wat langer in mijn hoofd dat je dit ook kunt haken. En ik speel met de gedachte, of nou, het is nog niet eens spelen met, het is eigenlijk al een vrij vast omlijnd plan dat ik een tutorial ga maken. Dat zal dan ook weer een korte serie worden met tunisch gehaakte vlakken. En daar dan zo'n soort tas van maken. Dat idee zit al langer in mijn hoofd. En dat gaan jullie dus een keer zien. Ik denk, dus dat gaat nog even duren. Dat moet ook, want dan heb ik ook tijd om het voor te bereiden. Dat gaat gebeuren na de serie over de breiloem. Nou, dat zijn nog best een hoop afleveringen.
Dus dat zal ergens in het voorjaar zijn, of ergens in maart, denk ik. Wil ik een gehaakte versie van zo'n soort tas, maar dan op z'n tunisch. En ik heb daar al een heel idee voor. Ik moet alleen nog even uitproberen of het lukt. En als het lukt zoals ik het in mijn hoofd heb, dan wordt dat waarschijnlijk weer een call. Of ja, ik denk een call, weet ik nog niet. Maar in ieder geval, dat gaat een keer komen. En misschien ook wel weer in samenwerking met Eva voor een pakket of zo. Dat weet ik allemaal nog niet. Maar dat zit wel in de pen. Voor mensen die niks met lapjes hebben en graag haken, of tunisch haken in dit geval. Het wordt tunisch haakwerk. Zit dat in de pen. Dus dat gaat nog komen. Dat even terzijde. En ik zie hier die hele kleine lapjes liggen. Dat wordt een keer een donderdag tutorialtje. Kijk, leuk hè, die spelden erop. Van twee vierkante lapjes een speldenkussentje. Het is een vrij bekend patroontje. Je ziet het ook wel vaker. Maar ik vind het toch leuk om dat even te laten zien. Dus dat wordt een soort korte mini workshop tutorial. Een keer op donderdag. Ik zal even een voorbeeldje maken. En deze wordt dan voor mezelf een heel kleintje. Voor in mijn vakantietasje. Deze is ook leuk. Er zit een beetje goud in. Dus dat gaat ook nog komen. Nou. En dan ben ik nu eindelijk een beetje aan het eind van mijn aflevering. En die eindig ik altijd met aankondigen wat er de komende week op mijn kanaal te zien is. Dinsdag, aankomende dinsdag 2 januari, de serie Breiloom. Hè, werken met breien met een breiloom of breiplankje. Deel 3. En dat is een tweerecht, twee afrecht boordsteek. Donderdag 4 januari, dan laat ik het proces zien. Het eerste deel, het zijn twee delen. Eerste deel van mijn kleed voor op het kastje in de slaapkamer. Die geïnspireerd is op de Kawandi quilts. En wat dat is, wat dat precies is, dat vertel ik allemaal in dat deel 1. En dan zaterdag 6 januari... draait je aflevering 97 als het goed is. Nou, als je het leuk vond om dit te kijken, zet even een duimpje omhoog. En ben je nou nog geen abonnee en denk je, ik vind het wel leuk eigenlijk, klik dan even op die abonneerknop. Abonneren kost helemaal niks, hè. Lid worden wel, maar abonneren kost niks. Dus waarom zou je het laten, zou ik zeggen. Help mijn kanaal en jij hoeft niks meer te missen. Nou, in ieder geval voor nu. Bedankt voor het kijken en misschien tot een volgende keer. Doeg!